En dan nu? Hallo kijkers. Allereerst wens ik u veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar en dat we samen maar leuke dingen mogen bedenken. En dat gaan we doen ook. Sloeg ik van de week de krant open, zag ik dat de wethouder van Er wonen ook nog mensen in de stad, Turgay Tankier, tegen een kortingspasjesysteem voor de mensen met een laag inkomen was. Groot gelijk, meneer de wethouder, dat u die 1,2 miljoen niet wilt besteden aan pasjes. Dat geld kun je beter direct uitgeven aan de mensen die het nodig hebben. Toen ik zelf ooit een uitkering had, kreeg ik jaarlijks van de gemeente een extraatje van 100 gulden. Om een bibliotheekabonnement te betalen bijvoorbeeld en een kortingskaart voor de trein. Totdat een domme ambtenaar samen met wat domme politici bedacht dat de Nijmegenpas er moest komen. Iedereen die een uitkering had, kreeg zo'n pas. Ja, ook de AOW'ers met een goed aanvullend pensioen. Toen dat pasje er kwam, kreeg je geen geld meer op je rekening. Nee, je kreeg korting bij winkels en zo. Met die pas kreeg ik korting op mijn bibliotheekabonnement. En dat kostte me vanaf die tijd ongeveer 40 gulden per jaar. En mijn kortingskaart voor de trein moest ik ook zelf betalen. Er zijn toen wel een aantal adviseurs, een registratiesystemenbedrijf en een kortingsbonnenboekjesdrukker geweest die daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dat geld was bedoeld voor de minima. De invoering van zijn nieuwe pas kost volgens de wethouder bijna 1,5 miljoen euro. En dat geld wil hij terecht liever aan de mensen geven die dat nodig hebben. En hoe doe je dat nou? Nou, van die 1,5 miljoen haal je 30.000 euro af. Daar neem je een van de mensen met een uitkering van een dienst. Die laat je de administratie doen. De rest deel je door 100. En dan kunnen daar 14.700 mensen blij mee gemaakt worden. Die krijgen dan allemaal 100 euro extra op hun rekening. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ik zou zeggen, niet lang over nadenken, gewoon doen.